Beste mensen, van harte welkom bij deze tentoonstelling over de sport in Oostrak. De werkgroep organisatie heeft een hele serie foto's bij elkaar gezocht en die kunnen jullie direct hier op de borden bekijken. Maar ik ben hier niet om alles al uit te leggen, daar heb ik gevraagd aan mevrouw Maria Jansen of de TIOS opening wil doen. En na de opening, als uw woordje klaar is, het doek van het fotobord halen als symbolische opening, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, ik doe het toch maar even met de microfoon. Ik heb niet zo'n harde stem. Maar als je de vraag krijgt of je een tentoonstelling van de Heemkundekring wil openen, dan gaat elke wethouder ja zeggen, want het is zo leuk. Ik heb denk ik een klein voorproefje gezien bij de openingsdag van de Wallanda. Ja, als je dan ziet ook hoe al de mensen naar de foto's kijken met heel veel herinnering. Of juist dingen die ze nog niet wisten. Ik als jonkie onder jullie wist bijvoorbeeld niet dat er gescheiden zomer werd op de Wallanda. Ja, als je dat ziet, het is bijna niet meer voor te stellen dat dat was. Maar het was wel zo. Het was heel erg. Het was heel erg hoor, ja, geloof ik. Ja. Ja, maar echt, als je ziet ook wat jullie met elkaar hebben op weten te typen aan foto's en informatie, dat is heel waardevol. Je moet je een beetje je geschiedenis kennen om een slimme beslissingen over de toekomst te kunnen nemen, zeg ik altijd. Dus ik hoor ook graag de oude verhalen over Oosterhout. Ik hoor ze ook veel. Ik denk, als je die niet kent, dan snap je niet wat de ziel van Oosterhout is en waarom mensen de dingen doen die ze doen. Dus ik vind het sowieso heel waardevol het werk wat jullie doen. Ik wil een aantal mensen toch wel even nadrukkelijk bedanken, want het is veel werk, zo'n tentoonstelling. Hoor. Alle informatie opzoeken naar de presentatie, maar ook het checken van dingen. Dus ik wil toch Martin van Halderen, Nico Bekers, Red Huiben, Theo Adriaans en Jan Hendricks bedankt voor jullie inzet. Nou, het pakt natuurlijk ook, want dat betekent een mevrouw dat hij veel weg is, denk ik zo. Dat hij daar veel tijd in stopt, dus dank voor het uitnemen, zou ik zeggen. En wat ik leuk vind, is dat jullie echt dingen hebben opgezocht van de oudste club die we hebben, Sint-Sebastiaan. Dat ken ik ook, de handbalvereniging. Tot en met de wandelclub, van WVO tot en met de duivensport. Jullie hebben het echt breed gemaakt en dat maakt het wel bijzonder, denk ik. Dat mensen misschien verwachten dat ze voetbal en het hockey en ons wat zwemmen zien. Maar jullie hebben veel meer gedaan. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik wil jullie danken voor jullie initiatief. Ik hoop dat heel veel mensen komen kijken hier. Ik zal straks nog even Facebooken dat al die sportclubs misschien ook denken van moeten we even gaan kijken. Echt leuk. En ik ben soms ook heel veel plezier met deze tentoonstelling. Dank voor jullie inzet. Waar we nou samen met de wethouder het doek net kan er zo afleggen. Zijn we zover? Is iedereen klaar voor de foto? Dan komt die. Ja. Kijk. Voor de foto door en dan even groot. Dan ga ik hem buiten. Hij mag niet drinken voor me. Oh, heb je iets anders dan? Nee, ik krijg wat anders. Heren, kijk hier eens. Alsjeblieft. Zo, steek. Nou, een beetje proeven ook, dat ja, ik moet nog werken zo.
was ons oudste.